Hallo allemaal en superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik een sieraden onderdeelstage doen, want dat werd heel vaak aangevraagd. Dus ik dacht van, ja, waarom zou je het niet doen? Want het is kei leuk om te doen. Als ik de reactie terug vind, komt hier ergens een beeld, want iemand had dat aangevraagd. En ja, dus dat ga ik vandaag laten zien. Zijn jullie benieuwd welke sieraden spul ik allemaal heb? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal. En geef deze video een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Oké, normaal zie ik al mijn spullen hier in deze kast. Maar omdat ik gisteren naar iemand was, naar mijn beste vriendin, heb ik die allemaal in zak gestoken. Dus dan ga ik dat allemaal laten zien zometeen aan jullie. Maar, dus als je ziet, hier hangt al mijn waxkoord. Ik heb wit, zwart, roze en blauw. Dit zijn stickerrollen. Ik verkoop ook al deze spullen normaal gezien. Dus dan moet jullie ook even, als jullie iets leuks zien, moet je dat even laten weten via mijn Instagram. Dan komt hier allemaal in beeld en mijn website komt hier ook in beeld. Dan hier heb ik ijzerdraad. En dit zijn allemaal pakjes, ja. Doosjes met allemaal sieradenpakketten of sieradenboxen. Nee, wauw, wacht. Dit zijn allemaal sieradenboxen en daar zitten sieraden in. En dat zit ook allemaal op mijn site. En dit is nog een bestelling die ik nog op de post moet doen. Dat ligt hier. En dan hier een legger daaronder. Hier liggen mijn katsuki kralen. En hier ligt deze bak. Ik zal eerst deze bak laten zien. In deze bak liggen al mijn 3 mm kralen. En 4 mm kralen. Zoals je kunt zien. En hier heb ik er nog meer. Oh, die bak wil niet opengaan. Zo. Dus dat zit in deze bak. En in deze 5 pakkenbakjes zitten allemaal katsuki kralen. Ik heb ook binnen alle kleuren. En deze katsuki kralen zijn zelf gemaakt. En normaal liggen hier ook al mijn andere 5 bakkenbakjes, maar die steken dus nu in die zak. Dan als ik hier naar beneden ga, heb ik hier allereerst een hele grote doos. En hier steek ik al mijn zelfgemaakte ringen in. Wacht, ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Ik ga dat er zo uit. Hier steek al mijn zelfgemaakte ringetjes in. En dan in deze bak zie ik al mijn hartjes kralen en sterkralen. Zoals je kan zien. Niet heel speciaal. Sorry voor het donkere beeld. Maar het is een beetje aanvallend zo. Dus vandaar is dat beeld iets donker. Lekker heb ik hier weer. Hier zie ik een brievenbusdoos liggen die moet op de onderste laden. In de bakje steek ik al mijn letterkralen. Ik sorteer op letter. En als ik hier een beetje naar beneden ga, hier zitten al mijn brievenbusdozen. Dit zijn ongevouwen brievenbusdozen. Dit zijn allemaal door enveloppen. Die zijn een beetje omgevallen. Dus dat ligt hier. Okay. Zo. Ik ga deze zo leggen. Bul-enveloppen kan ik ook gaan verkopen, want dan kan ik die in zo'n bakje in een verzendtos verzenden. Dus in principe kan je dat verkopen op mijn site. Dus waarschijnlijk gaat dat binnenkort op mijn site erbij komen. Heel leuk. Dan hier op de onderste lade, zeg maar, liggen allemaal stickerrollen. En hier zitten nog kralenrestjes. Het is een beetje donker, maar allemaal kralenrestjes. En in dit bakje zit niks. Dan hier zijn nog meer stickerrollen en nog een paar voorraden kralen. Dat is niet echt geweldig. Dus dat zit hier in. En dan ga ik over naar de zak met alle leuke sieradenspullen.
Oké, in deze zak zitten al mijn andere sieraden spullen. Echt een mega grote zak. Dus dat ga ik allemaal aan jullie laten zien. Ik zet mijn camera hier neer. Zodat jullie het allemaal beter kunnen zien. Ik ga gewoon beetje voor beetje uit die tas pakken. Als eerste zie ik hier heel leuke thank you stickers. Als we wel scherp stellen. Dit zijn allemaal thank you stickers. Oh, wacht, dat wil niet. Dat wil niet scherp stellen. Er zit een andere sticker op. Echt heel raar. Oké, dus dit zijn thank you stickers. En die heb ik ook in deze kleur. Ja, of ja, in deze soort bedoel ik. Echt heel schattig. Dan heb ik hier een 5 hakkenbakje. Met koude schelpjes. Ik ga mijn camera zo proberen neer te zetten. Want dat is anders heel vervelend. Die als ik moet anders gaan draaien. Dus ik ga die hier proberen op te leggen. Zo cool zijn als ik het zo kan zetten. Oké, ik heb mijn camera even anders gezet. Dus in dit bakje zitten allemaal koude schelpjes zoals jullie kunnen zien. Dan ga ik door naar het volgende bakje. En in dit bakje zitten allemaal trompetschelpjes. Bruine trompetschelpjes. Witte trompetschelpjes, roze trompetschelpjes. En rode koude schelpen met zilver. Dan in het volgende bakje zitten al mijn staafjeskralen. Dit zijn de 5 kleuren die ik heb. Dan in dit bakje zitten al mijn buigringetjes. Zoals je kan zien. Ook sluitingjes zitten hierin. En dit zijn verlengstukjes. Dit zit in dit bakje. Dan ga ik door naar het mandje. In dit mandje zie je als eerste een bakje met belletjes staan. Er zitten allemaal belletjes in. En dan verder in dit mandje ook nog een bakje. En hier zitten splitringen in, denk ik, dat dit zijn. Splitringen, gewone buikringen. Jasseron. Roosjesbedels. En nog oorbellen. Oh, ik kreeg het bakje niet echt in. Dan in dit bakje zit ook gewoon een schaar. Heeft niet echt iets met sieraden te maken. Verlengstukjes zilver. Verlengstukjes goud, schakelketting zilver, slotbedels goud, schakelketting zilver. Ik bedoel dit is schakelketting goud en dit is zilver. Soort van sluitingjes. Zilver en dan heb ik ook een goud. Dan zit hier nog slotbedels zilver in en kettinghangers zilver. Dus dat zit allemaal in dit bakje. Dan ga ik door naar het volgende. En hier zitten eigenlijk mijn tangetjes en zo in. In dit zakje, of ja, penzak, of hoe ik het ook moet noemen. Hier zitten twee rollen met sieraden ijzerdraad in. En deze gebruik ik voor mijn eigen sieraden. Ik verkoop er ook nog hele rollen. Maar die zal ik jullie direct laten zien. Wacht, die zin klopte niet. Ik wilde zeggen, ik verkoop ook nog hele rollen. Dus gewoon rollen die nog vol zitten met het ijzerdraad voor sieraden. En die laat ik jullie zo meteen zien. Dan in het bakje zit ook nylondraad. Maar ik maak mijn sieraden niet meer op nylondraad. Ik ben aan het overschakelen naar dat sieraden ijzerdraad. In dit zakje zit ook gewoon ijzerdraad voor ringetjes. Goud en zilver. En normaal stik er ook 3 tangetjes in. Deze 3 gebruik ik alles om sieraden mee te maken. Dit is een platbektang, een rondbektang en een kneeptang. Dan zie ik hier ook nog meer nylondraad. Dit is elastisch draad. En dit is ook elastisch draad. Maar daar maak ik ook geen sieraden mee. Maar ik heb het wel.
Alleen, ik werk daar niet zo graag mee. Ik vind dat sieraden, ijzerdraad echt heel leuk werkt. Daar heb ik hier momenteel 2 rollen van. En op voorraad heb ik ook nog 2 rollen. Dus als je daar interesse in hebt, die verkoop ik ook nog op mijn site. Staat allemaal op mijn site. Oké, dan in dit bakje zitten allemaal vlinderbedels. Dat is echt mijn lievelingsbakje. Want I love it. Het zijn allemaal kleuren vlinderbedels die ik heb. Dan in het volgende bakje zitten allemaal kralen. Maar dit zijn zo'n kralen waar ik zomaar een paar voor... Ja, wacht. In dit bakje zitten allemaal kralen waar ik maar een kleine voorraad van heb. Zo, die zijn klopt beter. Dit zijn alle kleurtjes die ik heb in het bakje. Dan heb ik... Oh, ik kreeg het bakje niet dicht. Dan heb ik ook nog zo'n bakje en met andere bedels. Oké, in dit bakje zitten sterbedeltjes, decumentjes, lopende panters, panterkoppen, zelfgemaakte bedeltjes, tags, gouden zilver, hartjesbedels, bliksempjes, letterbedels, schapenbedels, nog meer schapenbedels, cactusbedels, hartjesbedels, infinitybedels, bijtjesbedels, planeetjes en dat is het. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel bedels. Ik moet er eens bij kopen. Dan in dit bakje zitten mijn, hoe noem ik dit soort kralen? Daar werk ik momenteel niet mee. Maar dat zijn zulke kraaltjes. Volgens mij zijn het facetkralen, als ik me niet vergis. En hier heb ik er nog meer. Ze zijn wel leuk, alleen ik werk er op het moment niet mee. Omdat ik er geen inspiratie mee heb. Dus daarom werk ik er niet mee. Dan heb ik hier een heleboel twee vakkenbakjes. Ik ga het ook één voor één laten zien. Als eerste beginnen we met de bovenste bakje. En hier zitten allemaal oorbelhaakjes in. En nog een paar oorbelletjes. Dan in het volgende bakje zitten mijn basiskleuren. Dit zijn allemaal 2 mm kralen. Dit ook. En dit is 3 mm. Dan in dit bakje zitten mijn oorbelhaakjes, maar zo niet de ronde oorbelhaakjes, die andere. Oorbeldopjes en oorbelstekers. Wow, er vloog iets uit. Die zijn een beetje door elkaar gegaan. Dan gaan we door naar het volgende bakje. En in dit bakje liggen mijn zilveren onderdelen. Verlengstukjes, sluitingjes, dit zijn allemaal ziplockzakjes. Maar dit zijn sluitingjes, kneepkralen, kettelstift en nietstift. En jij krijgt 2 euro, vraag me niet waarom er 2 euro in ligt. Maar dat ligt er momenteel even in. Dan in dit bakje liggen al mijn gouden onderdelen. Verlengstukjes, kneepkralen. Sluitingjes, kettelstiften, nietstiften, kettinghangers. En hier zit ook nog goed gestelde buigringetjes. Dat ligt er ook in. Dan zie ik hier een heel grote bak in liggen. En in deze bak steken al mijn pareltjes. Ja, hier steken gewoon mijn parels in. En deze bak heeft ook een andere kant. Hier steek ik ook nog meer parels in. Dus dat steek ik in deze bak. Dan heb ik een hele grote kralenbak. En van de meeste kleuren heb ik ook nog voorraden, dus die ik ook echt verkoop. En dat staat ook allemaal op mijn site. Maar dit is dus mijn kralenbak en ik ben echt in love met deze kleuren. Die is heel groot en is ook gewoon allemaal zo gesorteerd op de kleuren van de regenboog. Dat is echt super leuk. Dus dat is mijn kralenbak. Dan in deze bak steken al mijn smiley kralen. Ik heb er echt heel weinig.
dat is wel jammer. Ze zijn wel echt heel schattig. Wat zit er nog in? Er zit ook een beetje confetti in. Een pakketje. Mijn kralenbord zit er ook in. En dan zit hier ook nog kralen in. Parels bedoel ik. Dus dat is alles wat in die zak steekt. Ik heb nog twee bakken met spulletjes. Dus die neem ik er even bij. Ik heb die twee kastjes erbij gehaald. Ik ga mijn camera een beetje naar achter zetten. Zodat jullie alle kastjes zien. Ik begin met het bovenste kastje. En nu mag ik er naar beneden. Zo. In het bovenste kastje zitten gouden sleuteltjes. Ja, dat is heel goed. En dit kastje, of ja, wat het ook is, is een schapendeel. Ik zal ze even bijnemen. Schapenmiddels. Dan in dit kastje zitten heel mini staafjes kralen. Dan gaan we door naar de andere kastjes. Hier in dit kastje steek ik al mijn vederklemmetjes. Dit zijn al mijn kneepkralen in een andere kleur zilver. Er zijn nog meer zilveren kneepkralen, ook een andere kleur zilver. Dan in al deze zes onderste kastjes zitten allemaal katsubikralen. Katsubikralen geel. Rood. En deze kleur gebruik ik allemaal voor de zomercollectie die hier binnenkort aankomt. Dat is echt leuk, leuk. Paars. Roze. En het eind is dan een beetje feller. Turquoise. En het eind is ook zo'n beetje groeniger. Wit. En dat zijn alle kleuren van het spiekeraal die ik heb. Dan ga ik door naar het bakje. Dit bakje. Er zit een 4 mm kralenmix in. Allemaal van deze pluimpjes. Of wat het ook is. Dit gebruik ik ook niet. Maar ik heb het wel. Heel leuke bedeltjes. Maar hier heb ik zo lang ook heel weinig van. Ze waren heel schattig bedels. 5 mm kneepkraal voor burgers. Slotjes, zilver, of ja, sleuteltjes. Stickermix. Ik heb van alle soorten stickers. Hello love stickers. Vijf minuten sneeuwkraal voor burgers zilver. Kauwgumschelpjes, dit zijn dichte kauwgumschelpjes en die verkoop ik. Ja, hier zitten wel alle dingen in die ik verkoop op mijn site. En als laatste heb ik hier goed gestalen gouden sleuteltjes. Dit was alles in deze twee kastjes. Nu ga ik al mijn bakjes laten zien met voorraden. Oké, hier steek ik ook al mijn voorraden in. Als eerst heb ik hier... Wow. Een bakje met kneepkralen. Hier een bakje met kompasbedels. Beige kralen. En nog veel meer. Hier liggen ook nog allemaal sieraden op en stickers. Ja, die moet ik nog eens opruimen. Maar dan heb ik deze bakjes. En hier steek ik allemaal kralen in. Allemaal voorraden kralen. Hier zitten voorraden hartjes kralen in. Wow, dat is echt slecht beeld.
toe. Nog meer voorraden kralen. Ik stik hier allemaal voorraden kraaltjes in. Dan zit je daar confetti. Nog meer voorraden. Wil je de bakjes leeg? Nog meer voorraden. Eigenlijk alleen maar voorraden met kralen. Dus dat ligt hier allemaal. Dan heb ik hier een bak liggen met allemaal pakketjes. Maar die pakketjes ga ik allemaal apart in een video laten zien. Want er zijn er echt heel veel. En dan gaat het anders te lang duren als ik dat allemaal in deze video moet laten zien. Dus dat komt in een volgende video. Dan in dit bakje liggen allemaal stickers. Nog meer stickers. En nog meer stickers. En hierboven liggen allemaal kralenmixen. En daarboven confetti. En daarop liggen allemaal sieraden, ijzerdraden, rollen. Die verkoop ik op mijn site. En hier liggen nog meer katsuki kralenstrengen. En ja, dat is alles wat hier ligt. En hier liggen al mijn sieraadjes. Maar hier komt er waarschijnlijk ook nog een uitgebreide video van. Dus dan was dit eigenlijk mijn onderdeelstash. Oké, dus dit was mijn sieraden onderdeelstash. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video een heel dikke duim omhoog. En tot de volgende keer. Doei!